Voor de duidelijkheid, de heer Gillis wordt voor de mishandeling van mevrouw Kremers nog altijd vervolgd. Het is gewoon belachelijk, maar ja, weet je, de hele media smelt ervan. Iedereen die wil een boek kopen. Ja, als je denkt dat de showbiz-ruzie tussen Johnny Depp en Amber hardheftig was, dan ken je deze nog niet, want we hebben er een poldervariant van. Peter Gillis en Nicole Kremers op dit moment, die gunnen elkaar toch het licht uit de ogen niet. We gaan kijken hoe dat allemaal gaat. Hatsenflats, hè? Ja, we zijn echt terechtgekomen in een ware showbiz-oorlog. Ja, ik noem het geen oorlog. Kijk, mensen moeten gewoon de afspraken nakomen. Zo zit Petertje in elkaar. Hoe is het voor jou om hier te zijn? Heb jij Nicole al ooit gezien? En hoe vind je deze situatie zo? Ja, ik heb Nicole nog nooit gezien. Behalve als wat ik natuurlijk heb gezien in de media. Ja, wat ik ervan vind, ik steun Peter. Er zijn tijden geweest bij de familie Gillis dat er minder rechtszaken waren. Gaat dit ook weer over? Ja, daar zal ook voor van ergens over gaan. Dus... Ja, er zijn tijden geweest dat het minder is, maar ja, het is niet anders. Ja, hoe is het voor jou? Het is toch iemand waarvan je ooit heel veel gehouden hebt, lijkt me. Ja, kijk, dat is een ding wat zeker is. Dat weet ook iedereen. Heeft iedereen kunnen beleven. Dat heb jij ook kunnen zien. Dat heeft heel Nederland kunnen zien. Kijk, maar het gaat natuurlijk ook over het boek. Zij kondigt aan een boek uit te brengen. Nou, eerst roept ze dat het allemaal over Peter gaat. Nou, dan is het in Nederland zo geregeld. Als je dat van tevoren, dan mag je dat inzien. Tenminste, mijn advocaat zegt dat. Nou, we hebben natuurlijk gevraagd, maar ze weigert natuurlijk dat boek te laten inzien. Kijk, als het niet over mij gaat, dan vind ik het allemaal prima. Maar anders zou ik het toch eerst willen lezen. Ja, en dan zegt ze, ja, maar ik heb onder dwang een vaststelling overeenkomst moeten tekenen. Nou, ik kan zo bewijzen dat het allemaal anders is. Dus ja. Ik zie het met vertrouwen tegemoet. En de reden om een geheimhoudingsplicht af te spreken was omdat de beëindiging van de relatie gepaard ging met veel media-aandacht. Volledig in strijd met die intentie en die bedoeling die partijen dus evident hadden, heeft mevrouw Kremers echter bewust en keer op keer die geheimhoudingsplicht overtreden. In de media als ook in appearances, zoals ik het heb genoemd, die zij doet, bijvoorbeeld bij de recente Kamasutra-beurs, is mevrouw Kremers bezig met de promotie van dat boek, waarbij zij steeds suggereert dat er saillante uitlatingen over cliënten worden gedaan in het boek en dat men het boek maar moet kopen om te lezen wat erin staat. Partijen hebben elkaar op de dag dat de vaststellingsovereenkomst getekend via WhatsApp notabene nog bedankt. En ook heeft mevrouw Kremers nadien nog grapjes gemaakt over die onderhandelingen. Ze zegt zelf in die appjes, aha, ik had meer moeten vragen. Voor de duidelijkheid, de heer Gillis wordt voor de mishandeling van mevrouw Kremers nog altijd vervolgd. Er is immers niets bekend over de inhoud van het boek nog. Voor de goede orde kan ik wel melden dat de ene door de heer Gillis gewraakte passage met betrekking tot het potlood in ieder geval niet in het boek voorkomt. Daarmee is overigens niet gezegd dat het niet zo is gebeurd, want dat is het wel. De zitting is net geweest. Zo, een beetje tevreden? Ja, ik ben wel tevreden, ja. Dankjewel. Kijk eens aan. Ja, kijk, daar komt mevrouw Kremers zelf. Ik doe het woord namens mevrouw Kremers. Dus, hele goede dag. Je kunt mij de vraag stellen. Wat zeg? Je kunt mij de vraag stellen. Oké, nou ja, het leek mij voor Nicole in ieder geval heel moeilijk. Toch een man van wie ze heel lang gehouden heeft om hem zo terug te zien. Dat is natuurlijk niet ideaal. Hoe is dat voor Nicole Kremers? Nou, het was een vrij emotionele zitting voor haar. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. Ja, is Nicole Kremers daar al een beetje van bijgekomen? Want het lijkt me inderdaad niet niks. Nee, het is ook niet niks om iemand tegen te komen waar je zo'n verleden mee deelt. Dat klopt. Ja, dus hoe heeft Nicole dat ervaren? Volgens mij heb je kunnen zien dat ze daar vrij emotioneel onder was. Ja, zeker. En het verhaal van het potlood eigenlijk, als je dat hebt. Het verhaal ging natuurlijk rond over een potlood waarbij mensen vermoedens hadden dat dat door Peter Gillis was gedaan. Een potlood boven haar hoofd gehouden met teksten daarbij. In hoeverre was dat Peter Gillis? Daar heb je in de zitting al het nodige over gehoord, dus daar laat ik het ook bij. Ja, kunt u mij nog vertellen hoe dat dan precies gebeurt? We houden de verklaringen even kort. Dit was een vrij emotionele zitting voor mevrouw Kremers. Dus het was duidelijk dat partijen niet echt tot elkaar zijn gekomen hierin. De meningen anders waren verdeeld. Maar als het niet Peter Gillis is geweest, wie heeft dat potlood boven haar hoofd gehangen? Daar ga ik niet over. Wat zeg je? Of jij van Bordes afgegaan nu? Ja, nee, dat kan u ook normaal vragen. Dat vraag ik normaal. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Hij heeft het al gezegd. Dat is niet waar.
Maar ja, in ieder geval, Nicole, kun je niet een klein tip van de sluier geven hoe je nu voelt? En... Alon doet het woord, daar zijn we duidelijk want in we hadden geweest, toch een... Maar ik had met u een telefoongesprek vanmiddag, klopt, toch? Alleen wegens de files zijn wat vertraging. Alon doet het woord, wij hebben verder geen commentaar. Ja, er was een afspraak eigenlijk gemaakt over dat wij Nicole eigenlijk mochten spreken. Nicole, ik... Nou, het is klaar nou. Waar staat je auto? Nicole, normaal hebben we altijd contact. Volgens mij zijn we even klaar, chef. Dat potloodverhaal, in ieder geval. Een potlood waar, ja, ogenschijnlijk jij van de dader was, boven haar hoofd werd gehouden. Dat blijkt je helemaal niet te zijn in dat boek. Nou, schijnbaar nou weer niet. Eerst suggereert ze dat en dan neemt iedereen aan dat ik het ben. En nou hoor ik vandaag, ja, dan dat is Peter toch niet. Maar ja, ze wil ook niet zeggen wie het wel is. Dan denk ik, ja jongens, dan... Kijk, dat is allemaal sensatie zoeken. Allemaal jongens, ja. Ja, eigenlijk is het toch gewoon een beetje lachwekkend, want het is gewoon belachelijk. Maar ja, weet je, de hele media smelt ervan. Iedereen die wil het boek kopen. Hoe denk je over het verloop van deze zaak? Ja, recht zal zegevieren, maar ik heb het goede vertrouwen erin, dus ja. Heb je deze video helemaal gezien en vind je onze omroep ook de mooiste omroep van Nederland? Abonneer je dan op ons kanaal en like alsjeblieft deze video. Is dat lekker?